Kozakkenborst verloor dit seizoen thuis nog maar één wedstrijd. Dat was tegen Rijnsburgse Borst. Speelde 3-maal gelijk. Nu dus tegen HFC, waaruit de 2-1 van werd gewonnen. En wil Kozakkenborst de competitie nog een beetje spannend maken, dan moet het gewoon winnen van HFC. En daar is de 1-0. Foutje in de opbouw bij Kozakkenborst. En Van Soest, die vorige week ook al scoorde, scoort de openingsgoal in Werkendam. Krijgt de bal op een presenteerblaadje. En zo leidt HFC de ploeg van de vertrekkende Verdonkschot met 1-0. En dus kan Kozakkenborst in de achtervolging. El Asouti. Stout. Nou, dit is dé kans op de gelijkmaker. Velomina scoorde laatst zijn eerste goal voor Kozakkenborst bij de uitwedstrijd in Veenendaal tegen GVVV. Dat was de zaterdag voor Pasen. Bedoeld weekend was het voor Kozakkenborst, want daar raakte de ploeg het zicht op de titel kwijt. Dit is Mendes Morena. Bezig aan zijn afscheidstournee in de tweede divisie. En ook in tweede instantie een goede reflex van Van Rossum op de inzet van Mendes Morena. De hoekschop aan de andere kant. Door alles en iedereen gemist. Weggewerkt door Van Zon. Een stelling. Sterling is sterk. 1-tegen-1 situatie. HFC, is dit de kans op 2-0? Ja. Dit is een fantastische goal. Daniel Van Zon. Wat een heerlijke bal. 53e minuut en het is 0-2. En dat zijn ongekende toestanden op Sportpark De Zwaaier in Werkendam. Want Kozakkenborst moet nu echt in de achtervolging. Akatowski. Dit is Mendes Morera met de voorzet. Doelman blijft staan en Van Inge. Dit had de aansluitingstreffer kunnen zijn. Gaat Kozakkenborst de tweede nederlaag leiden in een thuiswedstrijd. El Asouti ook niet gezien. Schot van afstand. Deze zit er ook lekker in, zeg. Stout. Heerlijk geraakt. Aan mooie doelpunten geen gebrek. Maar wel een nederlaag. En de zegen dus voor de ploeg van Verdonkschot.